Hier ben ik weer. Geen zin in, maar ik wou even opnemen. Ik ga naar Deurne, weer een nieuwe filiaal. Hier staat afslag 42, nu ben ik bij afslag 43. Bij 42 ga ik boven links, rotonde rechts, weer rotonde links. Bla 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 bla. Als het goed is, volg ik navigatie en die brengt me naar nieuwe filiaal. Als het goed is, ik heb van tevoren gekeken, die geeft wel een goede route aan. Dus je hoeft niet echt gaan zoeken, volgens mij. Niet net als vorige keer dat ik verkeerd gereden had via routebeschrijving. Die was niet goed geschreven. Dus dat kan gebeuren. Dus 42 afslag Heusden, 1200 meter nog. Evet, yine yeni bir markete gidiyorum. Yeni açılan bir market. Yine ilk defa gidiyorum. Biraz sabah erken, biraz karanlık gibi ama bakalım nasıl bulacağız. Bir de hemen videonun başında söyleyeyim ki daha sonra yani videoyu izleyip illa bir informasyon verecek miyim bu sizin iş hakkında, beklemenize gerek yok. Bir haftadır birkaç kişiyle başladık. O da yani kağıtlar evrakları olan insanlar. Bazı zorluklarla karşılaştım. Bunun için özel bir video yapmak istiyorum. Yani bu videoları karıştırmak istemiyorum. Çünkü bu video benim iş arkadaşlarıma yapmış olduğum video. Müşteriye nasıl geliyorlar gibisinden. Bunları diğer işle karıştırmak istemiyorum. Okay, boven aan linksaf staat hier. Komt het goed? Volgens mij. Hoe lang nog? Als je afslag pakt, geeft navigatie nog 4 kilometer aan. Oh, ik zie gele bord. Oh, dat wil ik niet zien. Wat staat de rotonde dicht? Maandag 9 mei tot met donderdag 12 mei. Dan wordt het krap. Die moet ik straks weer gaan lezen. Dan moeten we toch weer via de andere kant komen. Ik hoop dat ik 9 mei tot 12 mei hier niet kom. Hoeveel is er vandaag? Oh, 10. Hoe kan dat? 'S Nachts dicht of zo. Nee, 10 tot 5. Oh, dan goed. 9 tot 5 uur, zegt hij hier. Burası kapalıymış geceleri. İyi ki gündüz geldim, bak. Sabah, akşam 9, sabah 5'e kadar kapalıymış. Ama fark etmez. Şu anki geldiğim saat güzel bir saat. Akşam zaten çalışmıyorum yani. Dus hier rechtsaf. Rechts aanhouden hier. Beetje scherpe bocht. Niet zo hard draaien hier. Soort van rotonde deze of zo. Of komt rotonde zo meteen. Dus eerste rotonde rechtsaf. Hier ken ik een beetje. Vroeger kwam ik voor Lidl of zo hier. Ja, Deurne Lidl. Klopt dat? Lidl was het. Waar ben ik? Lidl of Galengal? Weet ik niet meer. Heel, heel lang geleden voelt het. Als je ervaring hebt, ken je bijna overal in Nederland. Hè? Nederland is niet zo groot. Als je grote snelwegen kent, en soms weet je ook binnen in de stad van waar jij vaak gereden had. Wat doet altijd hier herrie? Mijn laarzen, motorlaarzen maken herrie.
in elke bocht. Links, bam. Rechts, bam. En volgende rotonde, als het goed is, waai de Shell linksaf. Ik zie Shell bijna. Een paar honderd meter. Volgens mij, dit is wel een makkelijk adres. Als je ook eerste keer komt. Belangrijkste is bij de filiaal even kijken. Stond hier bij de hand of zo draaien. Nog 600 meter linksaf bij de Shell, rotonde. De rotonde links dus. Çok zor arkadaşlar, çok çok çok. Yani her şey buraya gelip sadece kağıtlı kürekli çalışmak değilmiş. Kendim bir işe elimi attım. Ama bu işin içinde yani sizi işe getirip al hadi iş deyip olmuyormuş. Gerçekten olmuyor. Şu son 2-3 gündür yani uykularım kaçtı diyebilirim. Çok büyük bir sorumluluk. Ama işte onun için özel bir video çekmem lazım. Herkes bilgi bekliyor zaten. Ya çok güzel bir video ile gelmem lazım ya da işte bakalım neler olacak. So, Weide Shell rotunda links, dat klopt. En volgende rotunda rechtdoor zie ik. En gaan we welke straat erin? Grote straat moeten we erin. Ik hoop dat die ook grote straat is. Bij het restaurant of zo. Ik zie Aldi hier aan de rechterkant. Aldi voorbij. Dus dat is de laatste rotonde. En voor 7 uur mag je hier niet komen. Neem ik aan. Ik zie Total. Okay. Nog een rotonde. Dat hebben we niet gezegd. Staat hier ook rotonde? Nee. Centrum volgen, hè? Of niet? Ja. Hier zie jij al bord aan de linkerkant op lantaarnpaal. Zegt toch Jan Linders rechtsaf? Ja, dat klopt. Grote straat. Dus... Dat is de laatste rotonde. Met het restaurant Remis of zo. Remis, zoiets. Even kijken, nog 600 meter. Best slecht. Tegels. We zijn er bijna. Oh, ik hoop dat de camera goed opneemt. Hij trilt heel erg hier. Als ze niet gaan loslaten. Ik kan eens niet praten, ik ben niet helemaal wakker. Even kijken. Die straat ken ik wel, volgens mij. Niet bij Shell, die daarna pakte ik voor Lidl denk ik, ja. Jawel, Lidl. Niet Galmagal, was het Lidl. Maar nu ga ik naar Jan Linders dus.
Volgens mij hier wordt heel druk overdag. Ik zie nog steeds geen Jan Linders. Bijna een kilometer heb ik gereden. Ik zal even kijken. Misschien kan ik volgende keer een afslag verder pakken. Niet van snelweg, maar niet bij de Shell. En die daarna misschien. Maar hangt er van filiaal af. Gordel los, laatste 100 meter of zo. Ik zie Jan Linders al. Ze zijn nog steeds bezig met verbouwing. Wat is de bedoeling, weet ik ook niet. Hoe ga ik hierin? Alarm ligt aan. Hier niets. Maar hier moet ik achteruit erin. Lukt dat? Hoop ik. Laat me die auto's gaan. Dan heb ik meer tijd voor mezelf. Müşteriye geldik bakalım. Şu araba da geçsin. Geçmeyecek mi? O da buraya gelmiş. Bir, iki, iki. Dizbeçe krap bir Volkswagen. Ik zie niet goed. Een busje staat er. Busje. Een bord. Te druk hier. In één keer kan ik niet halen, want we zijn nog steeds bezig met verbouwing. Een hoek van filiaal. Moet ik zo meteen gaan kijken. Anders lukt het niet. 3. Ja, ik ben klaar met filiaal. Durunen. Terugweg ga ik anders rijden. Dat is ook misschien voor andere collega's wel handiger. Want als je hier aankomt, moet je verkeerde kant draaien. Sommigen kunnen misschien niet draaien, want de hoek hier is een beetje scherp. Dan raak je misschien de winkel, de muur helemaal. Ik heb voor mij was het wel te doen, maar voor sommigen is het misschien niet prettig. Evet, geldiğim yoldan geri dönmeyeceğim. Bu sefer diğer yoldan gideceğim. Bakalım, çünkü bazı arkadaşlar bu ters köşeden dönemeyebilirler. Biraz keskin bir köşe. Şu an daha çok keskin. Çünkü minibüsler falan var, daha hala şey bitmemiş, tadilat. Yeni açılan bir dükkan olduğu için, market diyeyim, dükkan diyorum. Gordelom, Ferhit ve Nit. Ja, die weg is wel makkelijk, grote weg. Dus aankomst bij Shell kun je makkelijk niet bij de Shell rotonde links af, maar gewoon rechtdoor gaan. Ik zal het zo meteen laten zien als ik daar ben. Gewoon die weg rechtdoor gaan rijden. Dat is eenrichtingsverkeer dus. Ah, dan kan je hier niet komen. Dat heb ik niet. Goed, gepakt. Dat gedaan. Dan kun je zo misschien zo. Dan moet je toch anders rijden. Dat is een beetje een soort van verrassing. Dat was niet goed.
Maar kan toch wel volgens mij. Als zo één richting is, kom je zo, zo, zo. Ah. Daar heb ik niet aan gedacht. Dat wordt wel moeilijk, denk ik. Bu taraftan gelemezler. O scooter geliyor. Scooterları ezmeyelim. Scooter bile geçti bizi ya. Ben peki bu Lidl'a nasıl geliyordum? Shell'den mi geliyordum? Ne? Kanye ve Totier. Darmstadt, Eylek, Dinsfölke. Kloptat. Iets klopt hier niet. Kijk, ik heb gezegd hè, Lidl. Kijk, heel lang geleden, maar weet ik nog. Als je zo aan de rechtsaf, dan naar linksaf. Niet eenrichtingsverkeer hier, maar verplichte richting. Als je zo gaat draaien, mag je niet rechtsaf of zo. Daarvoor moet ik ook een nieuwe film maken, volgens mij. Voor jullie. Voor jullie ben ik proefkonijn of zo. Ik bedoel deze rotonde. Ga je rechtsaf. Maar je kunt ook zo komen. Ik zal het nog een keer opnemen voor jullie. Aankomstroute. Voor mensen die niet van de verkeerde kant kunnen draaien. Kunnen ze hier komen. Via deze kant. Wel druk. Meteen eerste waarschuwing. Oh mijn daf. Waar week komt op fietser. Kleine rotonde. Wat gaat fietsen doen? Ga je gewoon rijden. Rij maar. Fiets, fiets, fiets. Als iemand mij voor laat kunnen gaan. Nee, iedereen heeft haast natuurlijk. Bırakmıyorlar geçeyim. Bırakın beni. Sofie Latos var kom yılfından. O eindelijk. Laat iemand mij voorgaan. Hij vindt me zielig of zo. Sıcak oldu ya. Şu ceketi çıkaracağım birazdan sonra. Biraz sonra. Halen konuşamıyorum. Baksanıza uyanamamışım. Kimse gelmiyor. Devam. Komt niemand. Drempel weer. Kijk, ik bedoel hier hè. Die weg is van Shell. Ah, dus bij de Shell gewoon rechtdoor. Aan het einde kom je hier. Een soort van bochtje, U-bochtje. Niet helemaal U. En wel zitten. Best druk hier 's ochtends. Dat wist ik al. Hè. Hier in Den Bosch, in de buurt, altijd file. Niet altijd, maar vaak. Daar kunnen we niet, hè. Kijk, dit is de eerste rotonde na de Shell. Net eerste of tweede. Shell is aan de linkerkant en komt een rotonde rechtdoor. En dit is de tweede rotonde als je hier aankomt, hè. Hier links doe jij niet. Moet je zo omdraaien. Dan kom je anders zoveel drempels. De vrouw op de fiets. Gewoon laat gaan. Bicicletleri ezmeden.
Asılak da olur mu? Bu neyin çıkışı? Yok, burası olmaz. Az önce geldiğim yol diğer taraf. Buradan geldim ki bu yolu biliyorum. Diğer bilmeyenler için, bir de ters köşeden dönemeyenler için açıklayıcı olsun diye. Arkadaşlarım için kendimi feda ediyorum yine bakın. İş arkadaşlarım için. Bayna. Darüşşal. Kentokir pauza var. Var Prag Vahistan. Optrik vek. Postenel. Matetida. This we are by the shell. This as you here ankommt. Ihr macht selbst Käse. Unriding route is here. Nach der Shell Rotonde links auf. Ihr kann auch schon erste Aufschlag packen, schon recht durch. Und an das Ende kommt ihr wohl bei der gute Kant. Ihr macht selbst weiter. En hier gaan we gewoon terug naar de snelweg. Tot de snelweg doe ik even filmen voor jullie. Hier mag je 70 weer. Maar je mag gewoon zelf weten, want je kunt ook gewoon navigatie van de tracker volgen, bordcomputer. Dan kom je ook makkelijk tot de filiaal. Dan kun je zelf kijken hoe en wat. Iedereen mag zelf weten, dus hoe jij prettiger en makkelijker kunnen komen. En bij Total ga ik rechtsaf hier, rotonde, richting snelweg. Wat gaat de bus doen? Linkjes, ja. Az kaldı şu yolu da bir bitireyim. Videoyu kapatırım artık. Sağdan gitmem lazım. Çünkü sağdan. Burada Türkiye'deki gibi 3. şerit, 4. şeriti alamazsınız. En fazla 1. şerit, 2. şerit. Üçüncü sadece trafik kapandığında. Adam telefonu mu attı, ne yaptı oraya? Okay, rectiğinden boz düz. Son kapanışa geliyorum. Tam yola çıkayım da öyle kapatayım bari. Yarı yolda bırakmayayım sizi. Yarı yolda bıraktın gittin. Vah ben şinele. Şinel. Dat wist ik al, viele. Ja.
Burayı biliyorum ya. Burada çok sorun yaşayacağım. Her gün trafik sıkışıklığı var burada. Okay. That was a weird top 12 here. Bu bitiremedim, kapanışı yapamadım. Dilim varmadı kapatmaya. Otobana geldim. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri de unutmayacağım. Bilgilendirme videosunu çekeceğim en yakın zamanda, haberiniz olsun. Adios amigos. Goodbye.